Op Sportpark De Kring werd zaterdagmiddag een echte stadsderby gespeeld. PKC 83 kreeg Oranje-Nassau op bezoek. In de zaterdag eerste klasse E staat PKC momenteel zesde. Vorige week wonnen zij met 4-0 van LTC. Oranje-Nassau presteert momenteel beter. Zij staan derde en speelden vorige week gelijk tegen koploper Urk. Voor beide ploegen is het de laatste wedstrijd voor de winterstop. ON speelt in het wit en PKC in oranje. In de beginfase van de wedstrijd. ON. Dan Jeni. Gutierrez krijgt een duw in de rug. Maar de scheidsrechter ziet er geen strafschop in. PKC weer in de aanval. Gutierrez. Gaat langs Hiddink. Haalt uit. Maar Jansema stopt zijn schot. De thuisploeg begint aanvallend. Hier Bizimana. Jeni. Dan maakt Wu Hens volgens de spelers van PKC. Maar de scheidsrechter ziet er wederom geen strafschop in. Twee discutabele beslissingen in een korte tijd. Dan Oranje-Nassau. Kok. Die ziet Schrijver diep gaan. Die vangt hem op. En kan netjes afronden. 1-0 Oranje-Nassau. ON had nog geen kans gecreëerd, maar de eerste doelpoging is meteen raak. 5 minuten later. Vrije trap PKC. Jeni. Louders kopt, maar de bal eindigt op de lat. De thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker. Laurens met de voorzet. Bizimana, maar die kan het niet afmaken. Doeltrap Oranje-Nassau. Bal wordt verlengd. Schrijver kan oppikken. Gaat langs Frank. Een voorzet. De Kuti neemt de tijd, maar schiet een prima achterdoelman Mededorp. Die er nog wel aan zit, maar de 2-0 niet kan voorkomen. Weer een doeltrap van Jansema. De bal wordt doorgekopt. Schrijver haalt uit. Op de paal. Vrije trap PKC. Jeni. Ineens, maar Jansema haalt de bal knap uit de hoek. Vervolgens een corner. Tuan Kota. Jansema werkt weg. Gutierrez. Maar de verdediging van ON voorkomt een tegentreffer. Vlak voor rust. Oranje-Nassau. Een lange bal. Schrijver. Voorzet. Frank werkt niet goed weg. En dus kan Jacobs het afmaken. 3-0. Zo komt de thuisploeg al voor rust op een flinke achterstand. Oranje-Nassau gaat effectief om met de kansen. In de tweede helft, na 5 minuten. Corner PKC. Jeni. Bizimana. 3-1. De oudspeler van FC Groningen en Veendam zorgt voor aansluiting voor zijn ploeg. Oranje-Nassau. Jansema. Die wacht te lang met de bal, waardoor Bizimana kan overnemen. Gutierrez geeft voor. Bizimana. En dan via Jeni de 3-2. PKC is na een kwartier spelen in de eerste helft weer terug in de wedstrijd. Oranje-Nassau komt in de tweede helft nauwelijks in het spel voor. Verder ingooi. Schrijver. Maar Mededorp reageert alert. In de slotfase. Gutierrez. Woe gaat neer. Bizimana mag door. Maar de spits verzuimt PKC op gelijke hoogte te brengen. In de 90ste minuut een wissel bij Oranje-Nassau. Relman valt in voor doelpunt te maken der Guti. Koud in het veld gaat Relman alleen op het PKC-doel af. Mede door Beret, maar in de tweede instantie alsnog Relman. 4-2. Oranje-Nassau wint de stadsderby van PKC. Door de overwinning sluit Oranje-Nassau de eerste seizoenshelft af met een derde plaats in de zaterdag eerste klasse E. PKC 83 blijft op de zesde plaats staan in dezelfde klasse. We waren best wel superieur. We kregen twee, drie vrij grote kansen. Ik denk dat ons twee penalties ontnomen is. Dan heb je het over, al over 4, 5 momenten waarvan je zegt van oké. Wat je dan ziet met onze spelers, dan zijn we wat onrustig. Om uiteindelijk die bal af te maken, zeg maar. Ja, en dan helpen we eigenlijk de tegenstander in het zadel. Dus jullie zijn in de tweede helft niet de ploeg die jullie in de eerste helft waren? Nee, dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met hoe PKC ging spelen. Alle credits voor de trainer, voor Benny de Jong. Die ging heel anders spelen, heel opportunistisch. 3-3-4 leek het wel. En daar hadden wij duidelijk heel veel moeite mee. De tegengoal komt ook vrij snel, in de 50ste minuut al. Nou, dat is net als vorige week, dat is eigenlijk te snel.
En daarna hadden we de organisatie wel staan, maar gaven we nog een goal weg door een fout, hè, van onze keeper. Waardoor het 3-2 werd en dan wordt het toch nog spannend, ja.